Oké, goedenavond allemaal. Van harte welkom ook bij Christ Channel, ook bij Facebook. Laat je inspireren door het woord van God. Amen. Vandaag gaan we het hebben over boosheid. Wauw. Dan vraag ik aan jou, ben je ooit boos geweest? Ja. Nou, ken je ook misschien een situatie in je leven herinneren dat je misschien nog heel klein was, dat je boos was? Ja? Een levende situatie waarin jij als klein kind heel erg boos bent geweest. Ja, Trace, wat was het? Ja. Oké. Nou, we gaan eten. Juist, dat je ouders gingen scheiden. Dat moment, dat blijf je als kind zijnde heel goed bij. Herken je dat bij jezelf? Je gaat allemaal momenten, maak je in je leven mee, waarin je af en toe eens een keer boos kan zijn. Boos op je partner, boos op je vader, boos op je moeder, boos op je werkgever. Je gaat zomaar door. En dan vraag je je misschien af, mag ik wel boos zijn? Vraag je dat wel eens af? Ja. Zouden we boos mogen zijn of mogen we dat niet zijn? Wat denk je hier? Mogen we wel boos zijn? Ja. Want God was ook boos. God, toen hij keek met de aarde en dat het zo'n puinhoop was, met Sodom en Gomorra, toen keek God ook vanuit de hemel naar beneden en hij was boos op de mensheid. Hij was boos op de mens. Vandaag aan de dag, als je gaat kijken naar bijvoorbeeld als je bij een psycholoog komt in zijn praktijk bijvoorbeeld, dan zie je daar heel veel mensen, zie je daar en alles vloeit bijna voort uit boosheid. Wist je dat wel? Boosheid. Stel je voor dat de ouders tegen jou zeggen, en dat heb ik meegemaakt bijvoorbeeld, dat mijn ouders, die hadden liever een meisje in plaats van een jongen. En weet je wat nou het absurde is? Ik heb nog een meisjesnaam, heb ik, vandaag aan de dag. Omdat ze zo op een meisje hadden gerekend. Ja. Anne, mijn naam is officieel Anne. Nou, Anne is een meisjesnaam. In Groningen, in het noorden van Nederland, is Anne ook een jongensnaam. Ja. Maar over het algemeen, als je in Rotterdam zegt, ik heet Anne, dan lach je ze uit. Geeft niet. Maar we kunnen ons laten leiden door boosheid in ons dagelijks leven, of we gaan er op een andere manier, gaan we ermee om. Kijk, als je kijkt naar heel veel kerken, vandaag aan de dag, die een valse leer brengen, dan ben ik daar boos op. Als je kijkt naar kerken die alleen maar de mensen binnen hun denominatie willen hebben om heel veel geld in de collecte te hebben, dan zou ik daar boos op zijn. Je ziet ook in heel veel Afrikaanse kerken in Afrika, dan zie je een voorganger rijden in een grote Hummer en hij betaalt mensen om maar uit die rolstoel te stappen dat ze zogenaamd genezen zijn. Dat gebeurt in Afrika, gebeurt het heel veel. En dan komen daar mensen binnen die zogenaamd blind zijn. En dan bidt hij ervoor en dan kunnen ze in één keer weer zien. Ze worden daarvoor betaald. Daar ben ik boos om als je dat meemaakt. Ik ben er boos om als de voorgangers van sommige kerken zeggen tegen de mensen van ja, je bent genezen, je bent niet genezen. Daar ben ik boos om. Dat is een normale boosheid, is dat. Dat is een heilige boosheid die je mag hebben. Ik wil jullie meenemen naar naar Exodus. En dan zal je daar zien in Exodus 32 vers 19. Ik neem je gewoon mee door het verhaal heen. Exodus 32 vers 19. Dan zal je zien dat Mozes, hij is
in de tegenwoordigheid van God. Hij is de berg opgegaan. Hij heeft de Israëlieten heeft hij door de woestijn geleid. Of in de woestijn. En op dat moment is het dat Mozes die wil met God praten. En hij gaat, de berg gaat hij op. En hij blijft daar een tijdje op die berg. En hij praat met God. En God geeft hem de 10 geboden. En uiteindelijk blijft Mozes een aantal weken, maanden, dat staat er niet precies, maar ik denk wel meer dan 30 dagen, is hij die berg op geweest. En op een gegeven moment denkt het volk dat Mozes niet meer terugkomt. En wat gebeurt er? Het volk, de Israëlieten, die gaan aan Aaron vragen om een gouden kalf te laten maken. Hun een afgodbeeld te gaan geven. En dat gebeurt. Aaron die gaat aan het werk. En dan, op een gegeven moment, gaat God, die gaat tot Mozes spreken, die zegt, je moet afdalen. En dan daalt Mozes, die daalt af van de berg. En dan ziet hij het volk van Israël, ziet hij daar jubelen en juichen, hoort hij ze. En dan kijkt hij en dan ziet hij dat ze een gouden kalf aan het aanbidden zijn. En dan wordt Mozes, die wordt zo boos, die wordt zo toornig, dat hij gaat die stenen tafelen, die werpt hij van zich af. En dat is ook normaal, hè? Kijk, als ze kijken, dat zijn ook wel eens, soms zeggen ouders zelfs tegen kinderen, je mag niet boos zijn, maar ligt eraan wat voor manier een kind boos is. Wij mogen best wel eens een keer boos zijn op wat er in Nederland bijvoorbeeld gebeurt. Of wat er in Amerika, wat er in bijvoorbeeld Frankrijk is gebeurd. Dat er aanslagen gebeurd zijn en dat er mensen om het leven gebracht worden. Daar mag je boos op zijn. Amen, amen. En dat is ook een terechte boosheid. We hebben te maken met allerlei soorten vormen van boosheid. En dat ga ik vanavond niet doornemen. Want dan moet ik een seminar beginnen en dan zijn jullie hier over 2,5 uur nog. Maar er zijn zoveel vormen van boosheid. Maar de grootste vorm van boosheid is op een gegeven moment als je als kind zijn iets aangedaan is. Daar blijft je hele leven lang eigenlijk blijft het bij je hangen. En soms moeten wij zorgen dat we met sommige vormen van boosheid gaan afrekenen. Stel je voor, iemand die heeft je aan de kant gezet, je hebt een scheiding meegemaakt in je leven, dan kun je soms boos zijn. Zo. Je kan soms boos zijn op een ex van jou. Hè? En dan is het soms ook wel eens een terechte boosheid. Maar laat je daar niet door lijden. Want als ik ga kijken over de boosheid, hè, en je komt dan weer bij die psycholoog uit. Dan geeft boosheid, geeft bitterheid, geeft haat, geeft frustratie. Zorgt ervoor dat wij nog meer onszelf gaan haten vaak. Maar boosheid geeft veel ziekte. Het begint met onze gedachten, begint het. En dan moeten wij proberen te vergeven. En in vergeving is voor een kind van God, is voor mensen, niet alleen kinderen God zo, maar... Ook voor de niet-kinderen gods is dat moeilijk. Kun je dat voorstellen? Iemand die jou heel wat heeft aangedaan. Om die te proberen te vergeven. Ik heb het moeilijk gehad in mijn leven. Ik heb 8 jaar lang heb ik mishandeling meegemaakt. Maar door de genade van God kon ik deze mensen vergeven. Kon ik van ze houden en ik hou van ze. Maar dat is... Dat leren om te gaan met boosheid is belangrijk. En sommige mensen die leren eigenlijk nooit om te gaan met boosheid. Die weten eigenlijk ook niet hoe zou ik dat moeten doen. Nou, dat is ook een proces. Hè? Dat heb ik ook een beetje doorlopen met Deborah. Hè? Het proces om die boosheid los te laten. En te gaan zeggen van oké, we laten het nu gewoon even voor dat het is. En we gaan het langzamerhand weer oppakken. Het is wel belangrijk om te communiceren. Dus die boosheid die je in je hebt,
is wel belangrijk om te zeggen tegen die persoon, van luister, ik ben boos op jou. Dat mag. Want als je dat niet gaat doen, dan heeft die ander soms niet door dat je boos op hem bent. Dus je moet het wel uitspreken. En als je dat gaat uitspreken naar die persoon, dan kun je ook vertellen waarom je boos bent. En dan ga je ook iets leren. Was Jezus ook boos of niet? Ja. Ja? Oké, wanneer? In de tempel. Ja, heel mooi voorbeeld, hè? Hij komt bij de tempel, bij het huis van zijn vader. En dan wil hij daar de Heer gaan aanbidden. Wil hij zijn vader, wil hij daar gaan bidden. En dan kijkt hij daar en dan is het daar een zwijnenstal eigenlijk. Hè? Allemaal tafeltjes met duiven en allerlei koeien en geiten. En allemaal handelaren met geld. En allemaal zitten ze daar handel te bedrijven in de tempel. Maar vandaag maken we dat nog mee. Als je kijkt in sommige kerken, dan zijn sommige kerken zijn alleen maar business netwerken. Zijn business platformen. Daar ben ik ook boos op. Daar mag je boos op zijn, want dat is een heilige boosheid. Ik geloof erin dat het Koninkrijk van God en business twee verschillende dingen zijn. Dat moet je niet gaan mengen met elkaar niet. Dan moet je van elkaar afhouden. En gewoon zeggen, van in het huis van mijn vader, daar is geen handelaar. En daarom was Jezus zo boos. Kijk, Jezus die wist ook wel dat er in de tempel geiten werden verkocht. Kippen. Duiven. Eenden. Die werden daar verkocht. Dat die mensen daar een offer konden brengen. Dus aan de ene kant hadden ze kunnen zeggen van Jezus, waarom doe je dat nou zo? Maar Jezus keek op dat moment met een andere blik en had hij een ander gevoel. En daar is niks mis mee. We moeten gewoon kijken van wat zegt de Bijbel over gerechtvaardige boosheid en verontwaardiging. Als je kijkt in Psalm 7 vers 11, wie wil de Bijbel eens daarbij opstaan? Psalm 7 vers 11. Daar staat dus dat ook God kent woede, hè? Ik denk dat het vers 10 kan zijn. Of vers 11. Kijk eens even. En daar heb je het. Psalm 7. Ja, Psalm 7 vers 11. 10. 10, ja, 10 dacht ik ook al. Zeg maar. Laat de boosheid der goddelozen een einde nemen, maar bevestig gij de rechtvaardige. Gij die hart en nieren toetst, rechtvaardige God. Dus God is ook af en toe boos. Niks mis mee. Maar God is eigenlijk, wil ik het zo verwoorden, God is boos op onrecht. Want God is een rechtvaardige God die voor jou in de bres komt te staan. Die tegen jou zegt van, heb jij onrechtvaardigheid meegemaakt in je leven? Ik ben de rechtvaardige God en ik wil rechtvaardigheid over jou. Amen. Amen. Kijk, we hebben die boosheid, die energie moeten gewoon omzetten in andere dingen. We moeten daarvoor zorgen. Dus als ik bijvoorbeeld een beetje boos zal zijn, nou, dan ga ik maar afwassen bijvoorbeeld. Ja, dan moet je wel netjes natuurlijk je bordjes rustig in de kast zetten. Hè? Rustig in de kast, hè. Dus er niet in spijt, ik ben boos. Hè? Ik ben boos op mevrouw, want mevrouw die heeft op een gegeven moment gezegd van, nou lieve schat, heb je nu nog niet afgewast? Nou, dan ga ik boos aan het werken, hè? Dan ga ik aan het afwassen. En ik trouw die borden af en ik spijt ze de kast in. Ik heb eentje hier. Dat kan, hè. Ja, nee, lieve schat, ik heb het gedaan wat je zei. Maar ik ben nog wel boos. Ik maak wel allemaal mee. Ja, of we gaan boos op bed en dan draaien we ons om. Dan kan ik weer met je praten. Hé, hey, herkenbaar. Ja. Nee, maar het mag, hè. Kijk. Paulus, die heeft ook al eens een keer iets met Petrus heeft hij gehad, hè.
En als je kijkt naar de profeet Nathan, die profeet Nathan die komt bij David. Profeet, hè? En die profeet die vertelt aan David, van luister eens wat jij hebt gedaan met Bathsheba. Daar is God boos om. Je had iedereen kunnen krijgen als koning zijnde. Je had wel 500 vrouwen erbij kunnen krijgen. Hij wou gewoon dat gezellig aan zijn kop, denk ik. Ja. Maar hij zag daar die Bathsheba en hij denkt, die moet ik hebben. En toen vertelde God aan die profeet Nathan, van luister eens, David, omdat jij het niet goed hebt gedaan, zal ik de eerste kind, de eerste geboren kind, zal ik bij je weghalen. Want God was ook boos op David op dat moment. Kan dat, hè? En toch zegt David, toch zegt God aan het eind van alles dat hij hield van David. Hij had van David. Hij had David lief. Ja. Maar weet je waarom? Om David was zo transparant naar God toe. David die kon het uitschreeuwen. Ik denk ook dat hij het vaak uitgemekkerd heeft en gejankt heeft. En dat hij heeft gezegd, oh my God, in dit, in dat. Ik denk dat hij best wel stenen naar de hemel heeft gegooid. En dat hij boos was op God. Maar David was transparant in zijn houding. Daar is ook niks mis bij. We mogen best eens een keer laten zien wat we zijn. We mogen best wel eens een keer iemand de waarheid vertellen. Daar is niks mis bij. Alleen, hoe ga je ermee om? Want waarheid maakt jou vrij. Amen. Kijk, boosheid wordt een zonde als het gevoed wordt door egoïsme. Ik kan ook egoïstisch boos zijn. Van, oh, je hebt een mooie auto's mee. Ik ben boos op jou. Ja. Nee, maar begrijp wat ik bedoel. We kunnen ook op een negatieve wijze, kunnen wij boos zijn naar iemand anders toe. Ik ben boos omdat jij niet voor mij mijn auto hebt gewassen. Ja, dat begrijp ik bedoel. Of ik ben boos omdat je niet naar de winkel bent geweest en dat je die bedworst voor mij hebt opgehaald. Ja, dat kan. Wij hebben heel snel, hebben wij een vorm van egoïsme voor onszelf. En daar zijn we eigenlijk wel sterren in het manipuleren van een ander. Ik hoor ook vaak ouders, hoor ik tegen de kinderen zeggen, van nou luister eens even, als je niet boos bent, dan krijg je een snoepje. Wij zorgen ervoor dat onze kinderen, willen wij op allerlei manieren eigenlijk maar gaan drillen om ze maar tot een bepaald iets te gaan krijgen. Een kind mag kind zijn. Een kind mag ook eens een keer hun boosheid laten zien. En daar is niks mis mee. Kijk, we kunnen op verschillende manieren ook een verkeerde communicatie hebben in onze boosheid. Ik heb wel eens meegemaakt met mensen die dan heel erg boos zijn en dan flappen ze er alles uit. En wat later, wat heb je daar een spijt van? Dan denk je, had ik dit maar nooit gezegd. Maar het is zo. Heb je wel eens thuis in de badkamer een tuber tandpasta in één keer uitgeknepen? Nee. Nooit gedaan? Nee. Doe dat eens. Probeer dat eens. Gewoon 5 minuten de voeten op. De hele badkamer eronder. Nee, nee, dan ga je al die tandpasta weer in die tuber stoppen. Ja, hoe dan? Maar zo is dat vaak met onze boosheid. Wij ventileren het heel snel. Hoppakee eruit, dan is die tandpasta uit de tuber. En dan moeten we al die woorden die moeten weer goed maken. Nou probeer die tandpasta maar eens in de tuber te krijgen. Dat lukt je niet. En zo is het eigenlijk ook met je woorden. Je woorden kan je niet terugnemen. Je hebt dat op dat moment, heb je daar iets mee gedaan. Misschien als je er water bij hebt.
We moeten zorgen dat we spaarzaam zijn met onze woorden en ook met onze boosheid. Want het kan op een verkeerde manier uitpakken, hè? Toch? Zeker. Kijk, de Bijbel die zegt op een gegeven moment, vergel geen kwaad, ga het niet vergelden met kwaad. Maar dat doen we heel snel. Van nou, ik betaal je al wat terug. Niet met gelijke munt, maar een beetje meer. Ja. Dat doen we heel vaak, heel snel. Het is niet goed. Maar het gebeurt, hè. We zijn mensen, hè. We zijn allemaal mensen. Ik ben ook wel eens een keer boos. Als er iemand voor mij rijdt die een beetje langzamer rijdt. Oh. Dan vind ik dat echt moeilijk. Dan denk ik ook van, oh mijn god, waarom schiet hij niet op? Ja. Hoe doe je dat? Wat ga je ermee doen? Hè? Eén ding wat heel belangrijk is, we mogen best boos zijn, maar wees eerlijk. Wees eerlijk naar die ander toe. Van over je boosheid. Want mensen kunnen jouw gedachten niet lezen. Dat begrijp ik bij. Ja, maar er zijn sommige mensen die zeggen, ja, maar dan moet je mij maar leren kennen, hoor. Als je mij kan, dan weet je wat ik denk. Dan kon wezen dat je op dat moment aan een omelet dacht, of aan een gegrilde keer. Of iets anders. Kijk, we moeten niet iets in gaan vullen voor een ander. Toch, Paul? Dat doen we wel heel vaak, hè? Doe jij dat ook wel eens af en toe invullen voor een ander? Nee. Nee, hè? Nee, je zegt altijd van iets wat je niet weet, kan geen rekening mee houden. Nee. Dus praat. Juist, praten. Praten is zo belangrijk, hè? Kijk, God heeft ons ook communicatie gegeven. Gelukkig maar één mond, hè, voor de stelling. In plaats van twee monden, anders zullen wij twee monden praten. Sommige mensen doen het wel. Die praten uit twee monden. Uit één mond, maar uit twee monden. Dat is iets anders. Die zorgen ervoor voor verdeeldheid. Verdeeldheid, wat gebeurt er dan? Dan word je weer boos. Mensen kunnen heel makkelijk over je kletsen, hè? Herken je dat bij jezelf? Ik wel. Mensen praten zo makkelijk. Oh, heb je dat al gehoord? Oh, dan gaan de oren al gelijk overeind. Knopendraaiers. Ja, wat? Wat? Knopendraaiers. Ja. Maar waarom doen wij dat als kinderen Gods? Hè? Gaan we er op een andere manier mee om? Of zeggen wij op een gegeven moment van nee, ik ga met je meeluisteren. In principe moet je soms zulke personen eigenlijk gelijk bestraffen. Zeg, luister eens, voor je broeder. Of voor je zuster. Je hoort niet over iemand anders te roddelen. Want dat maakt alleen maar die persoon boos. Ja. Blijf ook niet in die boosheid hangen, hè. Je moet gewoon die dingen wat je van je verleden, dan moet je loslaten. Als ik kijk, hè, dat 50% van de mensen die dan bij een psychiater komen, die blijven 100% in die boosheid hangen, de hele leven lang. Ze zijn eigenlijk een kluizenaar van zichzelf. Ze zitten in een gevangenis, met allemaal tralies ervoor, en ze willen eigenlijk ook niet veranderen. Want er zijn heel veel mensen die blijven liever in een bepaalde slachtofferrol. Als ik gewoon kijk, als ik gewoon naar mezelf kijk. En ik was gebleven in die boosheid. Dan had ik hier vandaag niet meer gestaan. Dan was ik hier vandaag niet meer geweest. En waarom niet? Ik was boos en ik was bozer gebleven en nog bozer gebleven. En elke dag komen er zoveel mensen voor een rechter. En die geven hun situatie en alles en iedereen de schuld. Omdat ze boos zijn. Wat we wel moeten doen is afrekenen met boosheid. Dus moeten we gaan kijken, is het een terechte boosheid of is het misschien wel een onterechte boosheid?
Kinderen kunnen onterecht boos zijn, hè? Om een zin te kunnen krijgen. Ja, mama, ik ben boos op jou. Ik hoor het vaak, hoor, als ik door de winkel loop. Papa, mag ik wel dat snoepje? En als je mij dat niet geeft, dan ben ik heel boos. Dan ga ik stampen. Nou, ga maar stampen. Heel veel succes. Ja. Ga over tot actie en niet reactie. Wat bedoel ik daarmee? Je actie is af te rekenen met je boosheid. Af te rekenen. Te stoppen boos te zijn. Want als je kijkt naar mijn moeder bijvoorbeeld. Dat is een heel lieve schat van de moeder, had ik vroeger. Ze is nog een lieve schat, maar ze is nou bij de Heer. Maar ze was altijd boos. Altijd boos. Was zeer boos op Henny. Dan weer boos op Anneke. Boos op elke situatie die ze meemaakte. Altijd was ze aan de telefoon. Altijd zat ze te klagen over boosheid. Weet je wat er gebeurde aan het eind van haar leven? Ze had een gat in haar hart. Dat komt vaak voort uit boosheid, bitterheid, haat, frustratie. Dat noem je ook wel het woord hartzeer. Dan weet je waar hartzeer vandaan komt. Als mensen het vaak aan hun hart hebben, hebben ze vaak, heel vaak te maken met heel veel frustratie vanuit hun verleden. Het woord het pak van je hart. Ken je dat ook? Heb je dat al zo gehoord? Wauw, het lucht op. Wauw, ik ben het kwijt. Ik heb niet meer die boosheid in mij. We moeten dat loslaten. Geen controle, niet meer willen verder gaan met die boosheid. Gewoon te zeggen, van nee, vandaag ga ik op een gegeven moment de keuze maken om volledig de emoties die ik in mijn leven heb gehad, die ik heb opgepakt, die zonde te brengen bij het kruis van Jezus. Gewoon, ieder mens heeft wel eens een keer boosheid. Ik heb het ook gehad. Als ik ermee was blijven zitten, dan had het mij niet verder gebracht. Alleen maar naar beneden getrokken. We denken allemaal wel eens aan iemand. Maar de Bijbel die zegt, waar vergeving is, daar zal genezing zijn. Weet je dat? Als je tegenwoordig gaat praten met een psycholoog, het eerste wat die psycholoog tegen jou gaat zeggen, is van zou je die persoon misschien willen vergeven. Dat zegt de psycholoog. Ondanks dat die psycholoog misschien helemaal geen kind van God is. Sommige psychologen die praten over dat je misschien dat gevoel een bepaalde plekje wil geven. Maar dat helpt niet. Want dan zal het elke keer terugkomen. Kijk, als je kijkt naar heel veel jongelui vandaag aan de dag, die eigenlijk bij de ISIS zijn. Ze hebben alleen maar een crisis. Alleen de begrijpers niet. Maar die jongelui, die laten zich eigenlijk zo manipuleren dat ze een wandelende tijdsbom worden. Maar hoe komt dat? Het komt omdat deze jongelui hebben eigenlijk nooit liefde gekend in hun leven niet. Ze hebben nooit geen liefde gehad. En als je geen liefde krijgt, dan word je boos op de maatschappij. En als je dan een verkeerde leider hebt, en die jou vertelt dat als jij jezelf allemaal bommen aan je lijf doet en je laat exploderen, dat er dan op dat moment 70 maagden daarboven zijn die op jou staan te wachten. Wel van 70 jaar een stuk, maar oké. Ja, maar begrijp je wat ik bedoel? Dan heb je dus op dat moment een bepaalde beeld heb je voor ogen. Als ik vandaag aan de dag kijk naar deze wereld, dan zijn er heel veel mensen die zijn haastig boos en gefrustreerd.
Ik denk dat het belangrijk is dat de Bijbel zegt, maak u in geen ding bezorgd, want ik zorg voor u. We kunnen boos worden in ons leven. Ja, ik heb niks meer in huis. Ik heb helemaal geen eten meer. Ik heb geen kleding meer. Ik heb geen baan meer. Ik heb geen relatie meer. Ik ben boos. Maar laat je gedachten, laat het nu eens, doe je ogen gewoon eens dicht. Wil je gewoon vragen om je ogen dicht te doen? En misschien denk je nu aan één persoon die je in gedachten hebt waar je heel boos op bent. Wil je dat eens doen? Voor jezelf. En dan wil ik je nu één ding gaan vragen voor jezelf. En dat je gaat zeggen van Vader, ik ga deze persoon vanaf nu vergeven in de naam van Jezus. En misschien kan ik het niet met mijn gevoel, maar dan doe ik het vanuit geloof. Heer, ik dank u wel, Heer, dat u allemaal bij ons bent, Heer. Dat u ons leert, Vader. Dat u ons onderwijst. Heer, misschien wilt u ons de komende dagen laten zien op wie we boos zijn. Heer, en u zegt in uw woord, vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Heer, en als u mij vergeeft, dan kan ik ook een ander vergeven. Maar Heer, ik wil die ander vergeven, omdat u mij vergeeft in de naam van Jezus. Heer, en ik dank u ervoor. In Jezus' machtige naam. Amen. Heer, ik dank u wel voor wie u bent. In Jezus' machtige naam. Amen. Amen.